Tommy, zo'n mooie carrière en dan eindig je in Helmond. Ja, niet normaal, hè? Ja, ik kan er ook niks aan doen. En ik moet zeggen, ja, ik wil ook nooit meer weg. Ik zei vroeger, ik ga nooit in Helmond wonen. En er is hier een wijk gekomen, Brandenvoort. En ja, voor de kinderen top. En ik heb mezelf helemaal mijn weg gevonden. En ja, ik vind het super hier. Ja, lekker, man. Ja, en terecht, we moeten je kijken. Je woont de partij mooi ook, hè? Ja, daarom lach je de hele tijd. Die is dus helemaal ingericht, hè? Dus die is... Ja, ja, ja. Die is... Ja, die interieur, hoe noem je zoiets? Interieur architect. Architect, juist. En die heeft helemaal ja, naar ons of naar mijn wensen gemaakt, naar mijn smaak. En ja, ik ben er blij mee. En heb je ook een mooie tuin? Ja, daar moet je wel eens meelopen. Ik loop even mee. Zal ik even laten zien, ja. Die van die mannen, ik heb 3 jongens. Kijk! Dus die kunnen dan die kunnen hier lekker voetballen en daar maken ze veel gebruik van. En die met vriendjes een partijtje voetballen. En, ja, dat deed ik vroeger zelf ook in de tuin en er is niks moois als dat. Ja, lekker, man. Ja, ja, ik doe zelf af en toe niet mee. Dus, En hebben ze een beetje talent? Ik moet zeggen, 1 is keeper. Ik denk, ja. daar heb ik weer, weet je wel. God, mijn oudste, die is 13. En de middelste, die is 9. En een linkspootje ook. En die kan aardig ballen. En die zit hier in de E1 bij Brandenvoort. En, ja, en de derde is 2. En ik moet zeggen, die schopt wel aardig tegen ballen. Maar dan moet ook blijken of die het echt leuk vindt. Oh, mooi, man. Hey, Brandenvoort. Volgens mij speelt de Koef daar ook, toch? De Koef die zit er ook, ja. Koevermans. Koevermans zit in het eerste. Dus die vindt het nog helemaal prachtig, hè. 2 keer in de week trainen op zondag voetballen. En ik moet daar niet aan denken. Ik ga af en toe kijken. En ik zit zelf bij de veteraan. En dat is zaterdag 5 uur. En dan is het natuurlijk ook... Lekker pimpen, lekker zaken. Ideale tijd. En dan gaat het echt om de derde helft. Mooi, man. Hey, want ik heb zo verschrikkelijk genoten altijd van jou bij ADO Den Haag. Dankjewel. Heb je zelf een beetje genoten van die tijd? Ja, zeker. Ik was bij Twente, dat was toen op een gegeven moment moest ik daar weg en veel problemen gehad. Ja, omdat je gewoon liep te suipen met Jack de Gier. Ja, en Pothuizen en Van Dulen was er af en toe ook bij. Dat was wel gezellig. Dat was heel gezellig. Maar mijn carrière ging niet helemaal goed. Veel problemen gehad, ruzie met de trainer gehad, uiteindelijk weggemoeten, terug naar RKC gegaan. En ik wilde een nieuwe start, ik wilde iets nieuws. En ik had bij RKC natuurlijk al voor Twente gezeten. En ADO promoveerde en Rinus en Lex wilden hem hebben. En toen ben ik op het gesprek gegaan en ik zei, dit ga ik doen. Nieuwe start, helemaal iets nieuws. En natuurlijk die supporters, veel beelden van gezien. Ik denk, daar wil ik voor voetballen. En echt geen seconde spijt gehad. En buiten het veld ook mooi bij ADO? Ja, ik moet zeggen, overal buiten het veld heb ik het mooi gehad. Ja. Maar ook bij ADO, ja. Heel veel gezellige mensen, gezellige stad. En ik bleef daar vaak slapen. Scheveningen ook gezellig. Ja, ook vooral in de zomer. Hè. Crazy Piano's Crazy lekker. Crazy Piano's een paar keer geweest. Nog wel eens afgesloten daar. Dus toptijd. En uiteindelijk ook weer de weg omhoog gevonden. Ja, en, Wolfsburg toen. Wolfsburg. En daar stond iedereen wel van te kijken. Van hoe is het mogelijk van Den Haag naar de Bundesliga. En uiteindelijk daar ook alles gespeeld. Dus top. En Den Haag heb toen nog wel een lekker geldbedrag gevangen voor jou. Ja, voor de laatste maanden eigenlijk. Want ik zat nog 4 maanden, liep mijn contract af. Ja, dank je wel nog. Ja, maar zal inmiddels wel op zijn. Maar goed. Voor iedereen was het goed. Dus dan is het leuk om fijn om de club te verlaten. En dan ben je de club ook dankbaar dat je weer een nieuwe kans hebt gehad. Ja. En ik moet zeggen, geweldige tijd, geweldige mensen. En ik spreek nog steeds wel mensen. En, ja, alleen jammer in de voetballerij, alles verwaterd. Hè? En het leuke is wel weer als je elkaar ziet, dan is het net alsof je elkaar een week niet gezien hebt. Dus ik wil wel heel graag snel die kant op. Ja, kom een keer langs, want je bent altijd welkom. Ja, dank je wel. Zeg ik even snel. Ja. Hey, maar wat doe je nu eigenlijk? Ik moet wel zeggen, ik zei, ik kom nooit in het zwarte gat, zei ik. En ik was heel blij dat mijn carrière erop zat. Ja. En ik heb ook zelf de beslissing genomen bij NAC. En dan ben ik bij het familiebedrijf VDL gegaan. Mm-hmm. Maar ja, voetbalcarrière en dan naar het bedrijfsleven. Dus, nee, dat was even niks. Dan, ik moet zeggen, die omschakeling was iets te groot. Mm-hmm. En heb ik 1,5-2 jaar toen nog volgehouden. Dan ben ik toch gestopt. Heb ik nog geïnvesteerd in een product. Heb ik nog verkocht van die glazen kubussen met de stadions de 3D ingelezen. Dat was niks. Ja, dat was wel leuk, maar die hield op een gegeven moment ook op. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. Mm-hmm. En ik heb 1,5 jaar geleden heb ik een hersenbloeding gehad. Oh ja. En dus daar kwam, dan staat die leven op zijn kop. Ja. En uiteindelijk ben ik er eigenlijk nog herstellende van. En ik ben nog steeds, gelukkig heb ik er niks van overgehouden, dus ik klaag niet. Dus het gaat goed? Het gaat goed, alleen ik ben nog wel vermoeid. Ja. En dus ik ga nu wel, ben met dingetjes bezig. En over een aantal weken zal er wel bekend zijn wat ik allemaal, of wat ik weer ga doen.
Oké, dat is mooi. Ja, ja, dus ik wil wel weer echt een doel hebben. En ik moet wel zeggen, ik heb daar die jaren wel gemist. Ja. Dus ik geniet van het leven, ik geniet van mijn kinderen, ik geniet van alles. Maar een doel in je leven, ja, is toch heel belangrijk. En ik hoop dat ik die over een aantal weken gevonden heb. Ja. Nou, ik hoop het ook. Maar dan wilde je op vakantie naar Amerika. Ja, heb je ook gelezen. En dan, wat is daar gebeurd, man? Ik moet zeggen, het is wel een hele rare tijd geweest. Ja. Eerst die hersenbloeding. Daarna dacht ik van, ik ga rusten, hè, ik ga even een weekje naar mijn familie toe, want die wonen daar allemaal. Ja. Dan ga ik even lekker alleen, zonder kids, zonder alles, ga ik daarheen. Ja. En dan kom je douane niet door en word je gearresteerd. Dan zit je een nacht en een halve dag in de een van de ergste gevangenissen van Amerika. Ja. Ja, dan loop je tussen de grootste criminelen en met je blauw pak aan. Bizar, met een bruine plunjezak, met je slaap, met je dekentje en met je handdoekje erin. Ja, maar wat dacht je toen je ik dacht, what the fuck, hoezo gebeurt dat mij weer, weet je wel? Dus dan kom je terug, iedereen, oh, dat is ook echt iets voor jou, weet je wel? Ja. Maar ja, ik ben nooit met justitie naar aangekomen, nooit iets verkeerds gedaan. En dan zit jij, ik de grootste scheiter, zit dan in Amerika in de gevangenis. Bizar. Ja, echt bizar. En dus, ja, weet je, ben je er wel een beetje van bijgekomen? Ja, ja, ik moet zeggen, nou beginnen we erover. Nou, denk ik, dan komt alles weer boven. Nee, maar toen, ik ging er dus voor mijn rust en ik heb toen echt 2 dagen niet geslapen, niet gegeten. Ach. En ik moet zeggen, daarna dacht ik van, dit heeft me goed gedaan. Dus het klinkt raar, maar ik dacht van, als ik dit overleef, kan ik alles aan. En ik moet zeggen, nu heb ik weer een klein dipje, maar... Een beetje moe. Moe, ja, heel erg moe. En, maar ja, goed, dat hoort erbij. De dokter zegt ook, het kan 1 jaar, 1,5 jaar duren. Dus ik zit nu op 1,5 jaar. En ik wil nog steeds, af en toe denk je dat je alles weer kan. En dan ga je de kroeg weer in, dan ga je dit, en dan krijg je weer een dip. Maar zou je misschien wat in de voetballerij weer willen doen? Ik train mijn middelste zoontje, zeg maar. 1 keer in de week en bij de wedstrijden ben ik erbij. Dat vind ik leuk. Maar voor de rest zie ik nee. Dan ga je toch het zakenleven misschien in? Met een mooi product? Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Ja, en is waarschijnlijk wel voetbal gerelateerd. Dus dat is dan ook wel leuk. Maar echt als trainer of iets. Daar zie ik, en als scout zitten. Zie ik ook echt niet zitten. Nee? Het leventje is mooi geweest en ik heb er een punt achter gezet. En ik wil niet weer die tijden, weer hetzelfde leven, weer. En ik ben ook geen type voor een... serieuze trainer. Nee? En het is tegenwoordig allemaal veel serieuzer geworden, dus dat is helemaal niks voor mij. Nee. De 3 dagen een wedstrijd analyseren en de wedstrijdbesprekingen, dat... Maar je zou wel een hele goede trainer zijn voor de derde helft, toch? Absoluut. Voor de teambuilding zou ik heel goed zijn. Dus als we ADO iemand zoeken voor dat, dan... Dan ben je daar. Dan ben ik... dan teken ik graag een contract. Hey, en ik wil toch even over voetbal hebben. ADO Den Haag dit seizoen. Het gaat goed. Welke spelers vind jij opvallen bij ADO? Jeetje, nou vraag... Ik volg het voetbal nog wel. En dan natuurlijk kijk je naar de clubs waar je gespeeld hebt. En daar is ADO één van. En ik heb af en toe contact met Tommy Beugelsdijk. Ja. Dus daar ben ik via een vriend van mij heb ik een keer met hem op het terrasje gezeten. Hij stond vroeger op Midden-Noord. Zei, ik was helemaal fan van jou en dat is wel leuk. Dus, dat zei ik net ook toen de camera uitstond. En dan moest ik kijken, vond ik wel een leuk verhaal. Dus ik volg hem zeer zeker. Ik ben blij dat hij de laatste maanden of weken weer goed bezig is. Ja. Die middenvelder, hoe heet die? Elke Jatti. Dus mooie speler. En ik denk uiteindelijk, de verdienste van de trainer heeft er gewoon een goed team van gemaakt. Ja. En ik denk dat het gewoon helemaal klopt. En zaterdag ADO Den Haag tegen NAC. Een kleine voorspelling. Nou, ik heb NAC toevallig heb ik ook niet meer echt veel gezien. Maar ik zag ze dan tegen Feyenoord. Ik moet zeggen, er zitten toch aardige spelers tussen. Ja. Maar ADO thuis tegen NAC, dat moet 3 punten zijn. En ik verwacht een 2-1. Met jou kan ik praten, Tom. Hey, dankjewel. En ik wil je ook heel veel beterschap toewensen. Ja, dankjewel. Maar dat komt goed. Leuk dat je zijn geweest. Dankjewel. Ja, Tom, man. Dankjewel. Ja. En je woont prachtig, man. Dankjewel. Niks te klagen hier, toch? Nee, ik klaag niet.